Hoi, ik ben Bea van Nimble Handmade en ik neem jou heel graag mee op avontuur in de wonderenwereld van wol en garen. In deze breibabbel ga ik jou heel graag een update geven van hoe ver het staat met mijn 3 kilometer challenges. Ook wat ik momenteel op mijn brei- en haakpennen heb staan. Ik ga ook nog een hele leuke promocode meegeven en ik heb een leuk nieuwtje. Dus blijf zeker kijken. Neem er iets bij om te drinken, misschien iets om zelf te haken of te breien. En dan maken we het heel gezellig. Allereerst wil ik graag beginnen met mijn Eveline cardigans. Die komen momenteel goed van pas, want het is net iets beter weer aan het worden. En zoals je ziet, dit is de boxy versie. Dit zijn de mouwloze cardigans, waarvoor de patronen en de volledig gratis tutorial op mijn website staan. Maar er zijn ook pakketten van. En daarover ga ik later meer vertellen. Dit is de Eveline cardigan met het riempje. Die is net wat eleganter, omdat die wat langer is. Die kan je dan een beetje samennemen met dat riempje, waardoor je meer taille gaat creëren. En ook daarover komt straks nog net iets meer nieuws. Maar allereerst de goede voornemens. Ik weet niet hoe dat bij jullie eraan toegegaan is. Ik moet zeggen dat sommige dingen lukken, sommige dingen wat minder gaan. En ik vermoed dat dat voor iedereen zo is, maar je mag het mij zeker laten weten in de comments. Ik ga mijn grote doos natuurlijk eens pakken. Hè. We hebben het natuurlijk over deze doos. Dat is de scrumptious box met allemaal minis in. Ondertussen zijn er al een aantal in gebruik. En ik zie dat mijn andere doos nog ergens anders staat. Dus ik ga ze even voor je halen. Gaan vloggen was voor mij ook een nieuw voornemen dit jaar. Het gaat nog niet perfect. Daar zal nog wat oefening voor nodig zijn. Maar ik ben hier dus terug met het andere deel van de doos. Ik ga eerst al dit laten zien. Dus ik had beloofd om met 3 kilometer garen, dus de 3 kilometer scrumptious, die in die grote box zitten, om daarmee te gaan, aan de slag te gaan en te gaan ontwerpen. Nu, ik ben begonnen. Ik heb verschillende beginnetjes gemaakt natuurlijk. En ik heb dan beslist om door te gaan in tunisch haken. Nu, tunisch haken, dat is, houdt het midden tussen breien en haken. En het trolletje dat je net zag, dat is de eerste strook van een deken. En zo gaat het er gaan uitzien. Het wordt dus gehaakt op een tunische haaknaald. Het houdt het midden tussen breien en haken. De voorzijde die gaat er zo uitzien en de achterzijde die wordt zo. En het is de bedoeling dat we alle kleurtjes gaan gebruiken in een chevron of een zigzag motief. Nu, waarom heb ik gekozen voor tunische haken? Wel, het is zo dat als ik het ging breien, dit garen eigenlijk een vrij dun materiaal, een dunne stof geeft. En als ik het ging haken, dan moest ik ook al een vrij dunne haaknaald, dus een 3,5 of zo, gaan gebruiken om een, een vaste stof te krijgen. En eigenlijk ben ik nogal een koukleum. Dus ik heb graag een dikker deken. Nu, de manier om dat op te lossen is ofwel te gaan kiezen om het garen dubbel te nemen, wat natuurlijk een optie was, zowel voor breien als haken. Of om over te gaan naar een steek die meer garen gebruikt. En dat is altijd zo bij tunisch haken. Dus bij breien gebruik je eigenlijk het minst garen. Haken gebruik je meer garen. Tunisch haken gebruik je echt bijna het dubbele van breien. Hoewel het eruit kan zien als breiwerk, want eigenlijk lijkt het wel gebreid. Ook aan de achterzijde lijkt het op breiwerk,
Maar het is geen breiwerk en je gaat heen en weer met je naalden, waardoor je een dikkere materie krijgt die je maakt. Het is zeer verslavend, moet ik zeggen. In die zin dat de andere projecten er eigenlijk een beetje bij ingeschoten zijn, want eens ik vertrokken was met na al mijn proefjes, dan ja, kon ik eigenlijk moeilijk stoppen. Dus deze is er eentje. Het gaat een deken worden met 8 stroken van elk 10 kleuren. Deze is de eerste die ik gevonden heb in het boekje van Scheepjes Scrumptious. Dus ik heb een catalogus. En omdat ik er niet uitkwam in welke volgorde ik mijn garens zou zetten, heb ik uiteindelijk beslist om te gaan met om gewoon ja, alle kleurtjes te leren kennen via wat zij samengesteld hebben. Nu, wat ik gemerkt heb, is dat in dit garen, je ziet in de box zelf, zitten er eigenlijk relatief weinig heel felle kleurtjes. Er zitten veel van die moody, donkere kleuren in. Dus mijn deken gaat aan de onderzijde wel die vrolijke kleurtjes hebben. En die gaat dan stilaan overgaan naar wat donkerder. Maar het blijft in elke strook natuurlijk in een bepaalde tint. En die gaat stilaan overgaan naar een donkerder gedeelte. En ik denk dat dat op zich wel een mooi effect kan geven. We gaan dat natuurlijk moeten zien eens dat dat in elkaar komt te zitten. Maar dit was dus het eerste bolletje waar ik mee begonnen ben. En dan wordt het steeds wat donkerder en donkerder. Nu, ik heb gemerkt, ik ga mijn boekje er terug bij nemen, dat de Cabernet Gelato, dat klinkt altijd wel geweldig lekker, eigenlijk heel hard leek op de mulled wine plum cobbler, wat dat vermoedelijk ook geweldig lekker is. Nu, daarom heb ik een switch gemaakt tussen twee kleurtjes, zodat er dus toch eigenlijk wel een beetje een lijn in zit. Want zoals je ziet, ik heb voor elke overgang eigenlijk er nog een streepje tussen gedaan. Wat kan ik hier nog over vertellen? Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om het niet meteen in elkaar te zetten. Wat dat je kan doen, is eigenlijk de tweede strook direct aan de eerste strook gaan vasthaken. Ik heb dat bewust niet gedaan, omdat het eigenlijk makkelijker is, omdat het niet zo zwaar is. En ik vermoed dat die teken, ondanks dat het heel leuk is om te haken, ook niet dadelijk klaar gaat zijn. En ik vind in de zomer aan een deken werken, als je dan aan een strook kan werken, dan gaat dat allemaal heel vlotjes. Als je aan een heel deken moet werken, dan is dat toch net iets te warm. Dus om het makkelijk mee te nemen, te maken en om er altijd aan te kunnen werken, heb ik besloten om het in stukjes te kunnen. In stroken te doen en die stroken dan nadien aan elkaar te haken. Want je ziet, dus in het midden maken we met die chevron minderingen een mooie lijn. En aan de zijkanten zie je dat er ook lussen zijn. En daarom heb ik die kleine bolletjes laten uithangen. Dat is eigenlijk een draadje van 1,5 meter ongeveer, waarmee ik dan het deken aan elkaar kan gaan zetten, waardoor dat alle kleuren mooi terugkomen en we net iets minder draadjes moeten instoppen. Het gaan er toch minstens 80 zijn. Dus kijk, we gaan er altijd alles aan doen om zo weinig mogelijk draadjes te moeten instoppen. Dit patroon, zoals beloofd, gaat gratis verschijnen op de blog en dat wordt dan ook uitgestuurd natuurlijk
Abonneer je zeker op de nieuwsbrief via mijn website nimblehandmade.be en dan, dan krijg je een berichtje wanneer dat het op de blog staat. De kleurtjes die dat er nog aankomen, dus ik ga eventjes mijn box nog eens tonen. Dus in dit deksel heb ik de verzameling gemaakt. Dus dan kan je zien dat in het midden eigenlijk de kleurtjes liggen die ik al opgebruikt heb. Ik gebruik ongeveer 10 gram van elke bol. Dat wil dus zeggen dat ik nog 20 gram over heb om andere leuke dingen mee te gaan ontwerpen. En dan momenteel ben ik aan dit gedeelte bezig. En dan het volgende gedeelte wordt net iets terug wat paarser en met wat groene ondertonen. Dus heel leuk om te doen. Kan ook met minder garen. Dus je hoeft niet de volledige box daarvoor te hebben. Als je ongeveer 10 gram acrylgaren per strookje hebt, dan ga je zeker voldoende hebben. Ik maak dus een deken van 8 rijen breed op 10 vakjes hoog. Je kan daar groter in gaan, je kan daar kleiner in gaan. Je kan dat met sokkengaren bijvoorbeeld, restjes sokkengaren maken. Je kan dat ook met een dikker garen maken. Eigenlijk kan je er echt mee spelen. Ik zal ook een tip op de blog zetten over hoe je met een tiental bollen tot een heel mooi resultaat kan komen. Dus, dat was nummer 1. Ik ga eens even spieken of ik niks vergeten ben te zeggen. Wat zit er nog in de pipeline? Ik wil natuurlijk nog meerdere kleine projectjes bijmaken ook. In januari heb ik mij, want we zijn nu einde januari, in januari heb ik mij vooral eigenlijk gegooid op dat ontwerpen van het deken. En daar zijn menige granny squares en gebreide stukken aan vooraf gegaan, voor ik dan tot de beslissing kwam dat het uiteindelijk tunisch haken ging worden. Misschien ben je daar niet helemaal mee vertrouwd. Lees zeker het patroon. Het is zeker ook een aanrader als je zegt van ik wil van breien overschakelen naar haken. Of ik wil gewoon de techniek van tunisch haken leren. Het is, eens je op weg bent, is het heel erg leuk om te doen. En zeker iets waarbij je bijvoorbeeld ook een luisterboek of zo kan beluisteren. Of een podcast of zelfs... Ja, ik kijk tv ondertussen, maar ik begrijp ook wel dat dat niet voor iedereen direct haalbaar is. Maar het is echt een klein verslavend patroontje. Komt eraan. Dan ga ik ook nog een kleiner projectje maken. En ja, misschien toch wel iets in Valentijnstemming. Dat ga ik pas in februari beslissen. Dan, waar ben ik mee bezig? Zoals je hier kan zien, ik had de Sweet Advent adventskalender gekocht van Olivia en Oliver Fibers in Nederland. Die was absoluut prachtig. En ik heb daar deze sjaal mee gemaakt. Dat is de Dust of Snow van Helen Stewart. Het patroontje zal ik ook in de show notes zetten. Maar je ziet, het is een zeer grote sjaal, want het is met een dubbele lus. Ik heb hem ook geblokt. Ik heb hem dubbel moeten blokken, omdat mijn tafel gewoon niet groot genoeg was. Maar dan zie je dat het patroon eigenlijk heel mooi naar voren komt. Ik ga hem even afhalen. Dan kan ik hem nog eens laten zien in al zijn glorie. Dus wat ik gedaan heb, is die adventkalender opgebruikt. Dus dag per dag mocht je dan een zakje openen. En dan ben ik die samen gaan breien met een zachtroos mohair garen. En dit is het dan geworden. Dus je ziet dat het kantpatroon nu mooi uitkomt.
nu dat de sjaal geblokt is. En je ziet de kleurovergangen. We gaan hier naar een eerdere bissen. En dan gaan we naar de chocolade. ik lijk wel in een dessertjes thema beland, want de scrumptious box is ook allemaal dessertjes. Dan zitten we in de oranjere tinten. Gaan we naar het geel en het vanille. En dan hier zijn we bij de pistache. Wat is er nu gebeurd? Mijn garen was op, dus het mohair garen was op. En ik heb een beetje geïmproviseerd. En dus één bolletje heb ik niet gebruikt. De sjaal is iets korter, maar daar ga ik geen last van hebben. Hij is heel warm en ik kan hem dus helemaal dubbel omslaan en dan nog een knoop maken. Geen enkel probleem. Nu, ik had daar nog heel wat van over. Ik ga eens laten zien. Dus dit zijn eigenlijk de originele, dit zijn de originele kleuren van de adventkalender. Ik heb er nog een paar van die hele kleine bolletjes ook van over. Maar wat ik wou doen is een muts erbij maken. En ik wou die muts maken in het rond gebreid en zonder mohair erbij, want die is uiteraard op. En ik wou die zodanig maken dat ik die eigenlijk aan twee kanten kon dragen en dat die bij die sjaal past. Dat is niet gelukt. En waarom niet? Omdat het garen pooling geeft. En pooling, dat hangt eigenlijk een beetje van het verven van het garen af. Als er steeds een stukje verf op ongeveer dezelfde afstand staat, dan krijg je een soort van spiraalbeweging. Krijg je die of krijg je die niet, dat hangt af van het verven, maar dat hangt ook af van het aantal steken dat je gebruikt. En voor de muts heb ik natuurlijk een groter aantal steken opgezet. Ik had een stukje gebreid, ik ga het eens laten zien. Maar hier zie je bijvoorbeeld de pooling, die gaat zo in een schuine streep. En ik heb dat proberen op te lossen door dan aan helical knitting te gaan doen. Helical knitting wil zeggen dat je één rij breidt met de binnenkant van je bol, één rij breidt met de buitenkant van je bol, waardoor er dan een schakering komt. Maar je blijft eigenlijk toch nog altijd zien dat er die diagonaal in zit. En ik heb gemerkt dat het bij de volgende garens ook is. Nu, ik vind dat persoonlijk niet zo mooi. Want bijvoorbeeld deze garens hebben dat niet. Die zijn gewoon gespikkeld. Dus ik vond dat een beetje spijtig. Wat gaat er nu gebeuren? Uithalen. Ik vind het garen veel te mooi om er iets mee te maken dat ik eigenlijk misschien niet helemaal ga dragen. Dus ik ga er iets anders mee ontwerpen. Ik heb een idee om een sjaal te maken, ook weer in combinatie met ofwel een alpaca draadje ofwel een kitsilk draadje. Uithalen en opnieuw beginnen. Dat is zo bij ontwerpen en bezig zijn met garen. Af en toe moet je daar tegen kunnen, ondanks het feit dat je eigenlijk goed op weg was en dat de maat eindelijk juist was. Want ik moest natuurlijk berekenen hoeveel steken ik nodig had voor mijn hoofdomtrek. En dat had ook wel wat. Het eerste stukje dat ik gebreid had, dat kon ik gewoon helemaal over mij trekken. Dus dat was het ook niet. We hebben er veel uit geleerd en we gaan opnieuw beginnen. Wat ik nog wel heb, is mijn garen string die de 25e december in de adventskalender zat. Een heel mooie garen string. En ik heb daar al, even naar beeld, wolletjes bij gezocht die min of meer aansluiten.
Ik ga er ook een proefje mee moeten maken om te zien dat het genoeg uitkomt. Ik wil eigenlijk de variatie tussen het gladde garen en het harige garen laten zien en laten tot zijn recht komen. En daar dan een heel eenvoudig patroontje in steken. To be continued. We gaan zien of dat wel lukt. En dan ga ik ook iets gelijkaardigs doen met de gekleurde de gekleurde resten die ik nog over heb. Want het is eigenlijk nog redelijk veel. Ik heb van sommige 7, 8, zelfs soms 10 gram over. Ja, dat is natuurlijk veel te mooi om niks mee te doen. Dan ben ik bezig met mijn leesshell. Nu, wegens mijn Tunische verslaving momenteel is daar nog niet te veel aan gebeurd. Ik heb daar ik ga er hier bij nemen. Ik heb daar wel al één boord aan gehaakt. Dat was de shell die ik beginnen ontwerpen ben deze zomer. En dat is een shell met zakken. Dus hier kan je zien, het is in een harlekijnsteek gehaakt. Die lijkt zeer complex en ingewikkeld, maar die is dat eigenlijk niet. En ik heb er nu ook aan één zijde al een boord aan vastgehaakt. De bedoeling is dat je die sjaal eigenlijk kan omslaan. Ik ga hem zo eventjes omslaan. En dat die zakken dus vooraan zitten. Dat je die, daar kan een gsm in, zakdoeken, al wat we nodig hebben. En dan hangt die heerlijk over je schouders en dan zit die ook in je rug goed. Ik vind het een ideale sjaal om thuis te werken, omdat ja, dat stukje boven je bureaustoel, daar heb ik altijd een beetje kou in mijn rug. En ik vind het ook wel handig om in die zakken mijn gsm en toestanden te kunnen steken. Dus ideaal voor een thuiswerker. Wat ik wel vind, is dat hier misschien een sjaalkraag aan mag komen. Ik ga ook eens kijken of dat ik een oplossing kan vinden dat je die eventueel kan sluiten. Want ik denk dat het toch wel warmer is als die over jouw buik ligt eigenlijk. Op je stoel, wanneer dat je zit, dat die dan warmer kan zijn als die gesloten is. Op zich kan je hem ook gewoon dubbel leggen en dan is hij ook gesloten. Maar als je daar recht staat, dan heb je natuurlijk wel weer net iets frisser. Maar dat is dus een patroon waar ik nog aan bezig ben. En dat komt er binnenkort ook weer aan. Ik ga proberen iets. Heel elegant geraak je daar dus niet onderuit. Wat hebben we dan nog? Natuurlijk ben ik ook nog bezig met het Zodiac Icons Blanket van Alexandra Tavel. Dat staat op haar website. Je kan het patroon ook aankopen bij Two of Wands. En dat is een mystery call, dat is een deken in intarsia, waarvoor ik al een aantal lapjes heb gebreid. Dus de zodiac is eigenlijk de sterrentekens, dus de dierenriem. Ik heb er al een aantal gedaan, zoals bijvoorbeeld de boogschutter, de maagd, de schorpioen, de weegschaal en ondertussen is ook de waterman gearriveerd, maar die is nog niet, die moet ik nog onder handen nemen. En ja, vlak voor kerst kwam dan de steenbok aan en die is redelijk griezelig. Ik heb geprobeerd, want je kan natuurlijk kiezen hoe je dit maakt. Ze geeft wel een beetje uitleg over hoe je best met intarsia aan de slag gaat.
Maar eigenlijk is het een puzzel die je een beetje zelf moet leggen. Wil jij alles inbreien? Wil jij dingen mazen? Je kan daar heel veel kanten mee uit. Je kan de draad meenemen achter je werk, zoals je dat doet bij Fairisle. Je kan echt op Intarsia gaan, waarbij dat je allemaal bolletjes naast elkaar hangen hebt. Je hebt daar eigenlijk veel vrijheid in. En voor mij is het ook een uitdaging. Dit jaar wil ik mij echt nog wel wat meer verdiepen in kleurwerk. En in sokken natuurlijk, om daar ook dingen mee te gaan ontwerpen. Nu, deze is dus een beetje griezelig geworden. Daar gaan we dan gaan op zitten als het ons deken is. De bedoeling is dat die allemaal samenkomen in een deken. Ik denk dat we nu na de waterman ongeveer halfweg gaan zitten. Het is nog niet bekend hoe het totale plaatje er gaat uitzien, maar ik ben er vrij zeker van dat dat heel mooi gaat zijn. Zij is een ontwerpster naar mijn hart. Zij maakt prachtige dingen, dus ik ben vrij zeker dat ook dit erg leuk gaat worden. En ik ben in staat geweest om gelijkaardige kleuren te vinden en eigenlijk vrij goedkoop, want ik heb hiervoor de Julia, of de Julia, zoals wij dat in België zeggen, van Zeeman kunnen gebruiken. Ik had daar nog wat kleuren van liggen, er waren wat nieuwe kleuren bijgekomen en ja, dat maakt het natuurlijk leuk om het erop te laten lijken, want ik vond haar voorbeeld in zeer mooie kleuren samengesteld. Mijn Cardi Cocoon van Anna Wenzel, daar ben ik aan bezig, maar dat gaat traag, moet ik zeggen. Ik ga eens eventjes kijken. Vorige keer zat ik hier waar je de steekmarkeerder zit. Ik zit nu 7 centimeter verder ongeveer. Maar ik ga eens laten zien. Dus de Cardi Cocoon is een cardigan die dat top-down gebreid wordt. Dus je begint eigenlijk aan de... Ik ga hem eerst even zo laten zien. Dat gaat eenvoudiger zijn. Je begint eigenlijk aan de achterkant met deze naad. Dat is je opzetnaad. En dan brei je het achterpand tot aan je schouderbladen. Eigenlijk tot onder je oksels. Je breidt dan ook de twee voorkanten apart. Tot je die kan gaan samenvoegen. En dat heb ik nu gedaan. Maar dan heb je een gigantisch aantal steken. En ik moet zeggen, ik ga zien dat ik niks verlies. Maar kijk, dit is het aantal steken. Ik brei dit met een 5, dus ik kan al denken dat dat heel veel steken zijn. En je moet hier telkens kleine kabelmotiefjes inbreiden. Het zijn eigenlijk die honingraad, dat zijn eigenlijk kleine kabeltjes. Dat wil zeggen dat wanneer je één rij met dat motief breidt, dat je toch wel makkelijk 15 à 20 minuten goed moet doorbreien om dat te doen, die ene rij. En die kabeltjes die doe je om de 4, in elke vierde rij. Dus het gaat nog even duren voordat die klaar is, redelijk. Maar het is op zich wel een leuk project om bij de hand te hebben en om regelmatig eens terug te pakken. Dat is dan weer eventjes nieuw, weer eventjes een leuke uitdaging. En voilà, dan zijn we weer vertrokken. Dus wat komt er nog aan? Ja, ik ga dus mijn muts helaas uithalen en ik ga daar een sjaalontwerp voor maken. Ook voor de grote kluwe die er nog bij zat. Dat staat op de planning en uiteraard ga ik verder werken aan mijn verslavend dekentje. Ik heb voor dat scrumptious deken nog geen naam gevonden. Dus mocht je op een ideetje komen,
altijd welkom. En dat, ja, dat zit er in de pipeline. Wil je graag op de hoogte blijven, dan nodig ik jou natuurlijk heel graag uit om te subscriben. Dus om je te abonneren op dit kanaal. Dan ga je er alles over te weten komen. En schrijf je ook in voor de nieuwsbrief. Dan, ja, dan komt het ook nog naar jouw mailbox toe. Net zo handig. Je kan dat doen via nimblehandmade.be natuurlijk. En dan heb ik nog een leuke promo. Het is bijna Valentijn en dan, ja, dan mag er wel eens iets gegeven worden. Daarom ga ik jou een promocode meegeven. Tot en met Valentijn gaan zowel het pakket van deze vest als van deze vest. Gaat die in promotie zijn in die zin dat er gratis verzending is. Maar met de code Valentijn ga je nog een extra 10% korting krijgen op die pakketten. Dus zeker een vaste moeite om eens een kijkje te gaan nemen op nimblehandmade.be/shop. Je gaat gewoon naar, je kiest je kleuren, je gaat naar afrekenen en dan geef je de code Valentijn in en krijg je 10% korting. Betalen hoeft niet met PayPal of met de gecompliceerde dingen. Je kan ook heel eenvoudig afrekenen. Je moet gewoon eventjes verder gaan in de schermen en dan kom je er automatisch op uit. En dan had ik nog een leuk nieuwtje. Het nieuwtje is niet echt mijn nieuwtje, maar ik ben er super blij mee. De handwerkbeurs die komt namelijk naar Mechelen. En die gaat plaatsvinden in de Nekkerhal te Mechelen tussen van 5 tot en met 7 april. Dus zeker een aanrader als je eens een dagje tussen de wol en het garen wil gaan zitten. Er gaat zeker heel wat te zien zijn. Er zijn ook workshops. Dus ja, toch wel iets waar ik naar uitkijk. En ik zet natuurlijk ook een linkje hieronder. Mocht je geïnteresseerd zijn om daar naartoe te komen. Dan denk ik dat we min of meer rond zijn in deze breibabbel. Ik wil jou heel hard bedanken om te kijken. Vind je het leuk? Laat dan zeker een comment na, een duimpje. Dat zou heel erg tof zijn. Dan weet YouTube ook dat dit ja, leuke content is. En je mag je natuurlijk altijd abonneren, zodat je op de hoogte blijft van alle avonturen in de wonderwereld van wol en garen. Tot de volgende. Dag!